Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Goud is door de symbolische 2000 dollar heen geschoten. En nu is het direct de directe vraag, is dit het begin van een nieuwe bull market voor goud? Nou, daar wil ik het vandaag over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de weekly chart van goud, mag het duidelijk zijn dat er natuurlijk sprake is van een behoorlijke stijging sinds halverwege oktober, zo'n beetje. Want als we namelijk dat level erbij pakken en we trekken hem door tot waar we op dit moment staan, zie je een stijging van 25% in 168 dagen tijd. Dat is natuurlijk niet niks, want een stijging van 25% in ongeveer een half jaartje is natuurlijk hartstikke mooi. En in goud zie je dat ook niet heel erg snel gebeuren. Dus op dit moment zie je gewoon dat heel veel goudbezitters over de afgelopen paar maanden erg tevreden zijn. Want het is natuurlijk zo vooral dat de stijging van de afgelopen paar weken natuurlijk behoorlijk hard is gegaan. Want als we eventjes bijvoorbeeld kijken van, vanaf dit lage punt, dat is natuurlijk uh, uh, begin maart en we trekken hem door tot waar we nu staan. Dan heb je het dus over 35 dagen zo'n beetje, zie je een stijging van 12%. Dat is natuurlijk niet niks. En dat heeft te maken met onzekerheid in de bankensector. We hebben het natuurlijk gezien met Silicon Valley Bank, Credit Suisse. We hebben het allemaal gemerkt. Er zijn op dit moment gewoon veel problemen. Veel onzekerheid. Een bankrun in de Verenigde Staten is er natuurlijk niet. Want vanuit de overheid is al aangegeven. Al het geld staat veilig. Om er maar voor te zorgen dat mensen niet in paniek raken. Maar alsnog is die onzekerheid er natuurlijk. En daarom zie je natuurlijk dat goud is gestegen. Dat is ook een van de redenen waarom iemand goud bezit. Want op het moment dat er onzekerheid plaatsvindt op verschillende financiële markten. Als er twijfel ontstaat op de bankensector zie je vaak dat mensen een veilige oplossing zoeken en dan zie je dus vaak dat goud daarvoor een oplossing kan zijn. Maar nu zie je we natuurlijk wel dat we nu op een heel hoog punt staan. En nu is goud in een stukje interessanter geworden. Want waarschijnlijk hoor je om je heen, ja vrienden, collega's, kennis, die hebben het allemaal over dat er misschien een investering omhoog is gegaan. Misschien zie je wat reclames voorbij komen. En dat kan natuurlijk voor zorgen dat je denkt, ja, ik wil misschien ook wel wat goud bezitten. Maar als we vervolgens eventjes uitzoomen, mag natuurlijk wel duidelijk zijn dat er een hele lange tijd voor nodig is geweest om inderdaad de top van bijvoorbeeld 2011 te verbreken. En die top werd neergezet tijdens de kredietcrisis. Er waren natuurlijk heel veel problemen die ontstonden in 2008, 2009, 2010. En je ziet dus in augustus 2011 dat die top werd neergezet. Dus dat was eigenlijk een piek van de onzekerheid op de financiële markten. Vervolgens zie je natuurlijk een bear market van meerdere jaren. En moest je eigenlijk wachten tot 2020 voordat dat level werd weer aangetikt. En dat gebeurde tijdens de coronacrash. Want op een gegeven moment was er natuurlijk heel veel verkoopdruk, heel veel onzekerheid, extreme paniek. En toen zag je dus dat we door het oude level van 2020 2011 heen schoten. Dus op het moment dat mensen op de piek hier alles hadden ingekocht, want die denken ja, goud gaat maar omhoog, ik hoor om me heen dat mensen gigantische rendementen behalen, ik wil nu ook goud bezitten. En dan zie je dus als mensen op dat moment bijvoorbeeld een behoorlijke investering hebben gemaakt omdat ze bang zijn het rendement in de komende weken te missen, dat ze tegen gigantische verlies aankijken en dus gewoon 10 jaar lang moeten wachten om die investering weer op nul te krijgen. En dan hebben we inflatie niet eens meegerekend. En sinds de start van corona, de pandemie natuurlijk, zien we ook dat dezezelfde soort stijging heeft plaatsgevonden heel veel onzekerheid, heel veel angst en op dit moment staan we dus ook weer op een heel hoog level. En nu is vooral de vraag: is dit het begin van de nieuwe bull market en is het slim om te investeren in goud? Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen. Ik beleg bij de Giro en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link voor het 30 april krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 mei terug met een max van 100 euro. Ik zal in de beschrijving dus een linkje achterlaten. En als je registreert via dat linkje, maak je dus gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal het natuurlijk altijd waarderen. Goed, we staan op dit moment op een heel hoog punt, maar dat kan natuurlijk nog steeds interessant zijn om misschien te investeren in goud. Maar je moet vooral jezelf afvragen waarom wil je op dit moment investeren in goud? En vaak merk je tijdens dit soort fases van behoorlijke stijging in korte tijd als we kijken naar de goudmarkt dat mensen vooral willen investeren omdat het omhoog is gegaan. Maar op het moment dat goud behoorlijk is gestegen, dan ben je eigenlijk al te laat. Want het hele idee achter het investeren in goud is inderdaad ervoor te zorgen dat je een hedge creëert. En op het moment dat er dus een behoorlijke stijging plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld tijd tijdens de coronacrash, tijdens de kredietcrisis, maar natuurlijk nu ook in de laatste drie à vier weken met het wantrouwen in het huidige bankensysteem, dan op dat moment ben je misschien al een beetje te laat, omdat namelijk de kracht van goud, zich al heeft getoond. Namelijk, in onzekerheid kan dat gezien worden als een veilige haven. Dus op het moment dat jij denkt, ik wil goud bezitten omdat het gigantisch is gestegen, dan is de kans groot dat je al te laat bent. Natuurlijk kan het helemaal geen kwaad om op de lange termijn een heel klein gedeelte van je portfolio goud te hebben, maar nu puur investeren omdat het omhoog is gegaan en dat je bang bent dat je misschien meer rendement verliest, dat is natuurlijk gevaarlijk. En in Nederland merk je ook dat investering in goud steeds populairder begint te worden, bijvoorbeeld dit bericht van 28 februari 2023. Dat is natuurlijk niet zo lang geleden. Zie dat de vraag naar goud nog nooit zo groot is geweest. Want in Nederland, België en Duitsland zag de goudverkoop vorig jaar met 133% stijgen, vergeleken met het voorgaande jaar. Dus op dit moment is natuurlijk wel heel veel vraag naar goud. Dus die stijging die goud heeft meegemaakt, die heeft zich natuurlijk al een tijdje geleden ingestart. Tijdens de coronacrash begon het eigenlijk allemaal. Op een gegeven moment zag je inderdaad dat het weer een beetje afnam. Maar we zien dus nu in de laatste paar maanden dat het natuurlijk flink is toegenomen. En het is dus natuurlijk ook de vraag van welke kant zal goud op een gegeven moment opgaan. Als we ook kijken naar de year-to-date performance, zie je bij een stijging van 11%. Nou, wetende dat we net in april zitten, is dat niet vaak voorgekomen voor goud. Dus het is inderdaad niet zo gek dat heel veel mensen op dit moment interesse hebben. Al helemaal omdat er onzekerheid is in de bankensector. En mensen Natuurlijk, liever iets hebben wat gewoon veilig is, maar het is natuurlijk ook zo dat dus, uh, de zwakke dollar op dit moment ook een rol speelt in de stijging van goud. Want het mag duidelijk zijn dat we sinds halverwege oktober zo'n beetje een daling hebben ingezet. En als we dan vervolgens kijken naar goud, van wanneer is de stijging ingezet, dan zie je dus dat dat ook halverwege oktober is, dus het is heel erg duidelijk dat daar een correlatie is. Dus het moment dat de dollar afzwakt, zie je dus natuurlijk ook dat heel veel investeerders denken: Nou, weet je wat, dat dollar wil ik niet bezitten, laat ik eens. Even kijken of inderdaad wat extra investering in goud een mogelijkheid is. Maar dat is het dus met goud. Het moment dat de stijging heeft plaatsgevonden, dan ben je vaak al te laat. En in dit soort fases moet je altijd oppassen voor FOMO, Fear of Missing Out. Want als je kijkt naar die stijging, denk je bij jezelf: ja wacht eens even, dat wil ik ook wel natuurlijk, zeker als we het hebben over goud, wat hè, tussen aanhalingstekens wordt gezien als een veilige haven. Maar dan denk ik dat je alleen maar bezig bent met het najagen van rendement. En ik ben zelf geen investeerder in goud. Maar op het moment dat deze stijging heeft plaatsgevonden, dan denk ik juist dat het interessant is om misschien die positie inderdaad wat te verkleinen, zodat het niet een te groot percentage wordt van het totaal vermogen. Want die stijgende koers, daar wil je natuurlijk gebruik van maken. Dus op dit moment, als ik kijkt naar mijn eigen situatie, zou ik nooit Kopen, ik zal vooral kijken van oké, okay, is het misschien mogelijk om wat te verkopen? Want de stijging van 25% in korte tijd zorgt natuurlijk voor, als je kijkt naar je totaalvermogen, dat goud steeds een groter percentage zal worden. Maar als je kijkt naar de komende jaren, dan heb ik het over de komende 10 jaar, dan verwacht ik dus dat Bitcoin het rol zal overnemen van goud, het digitale goud natuurlijk. En als we ook kijken naar het rendement vergeleken met bijvoorbeeld uh, goud, als we kijken naar de year-to-date performance, zie je natuurlijk al dat deze stijging vele malen sterker is. Maar dan moet je natuurlijk ook accepteren dat er fases zijn van heel veel verkoopdruk die vele malen erger zijn dan bijvoorbeeld goud. Al is het natuurlijk niet zo dat je bijvoorbeeld net zoals goud 10 jaar lang kan wachten voordat een all time high weer is doorbroken. Want als we kijken naar het verleden van bitcoin, is het natuurlijk zo dat we behoorlijk veel verkoopdruk meemaken, maar een paar jaar later, tot nu toe, stond het altijd hoger dan voordat de verkoopdruk plaatsvond. Natuurlijk, dat is natuurlijk niet de garantie voor de toekomst, maar het is natuurlijk wel zo als we inderdaad bijvoorbeeld eventjes die weekly chart erbij pakken, dat natuurlijk heel veel fases zijn geweest van heel veel verkoopdruk in de afgelopen paar jaren. Zoals bijvoorbeeld in 2017 is er natuurlijk een gigantische druk geweest... en is er echt een, een prijs aangetikt van zo'n 3.000 dollar. Beter dat we bijna op 20.000 dollar stonden. Vervolgens is er natuurlijk weer een nieuw maar neergezet. En dat heeft zich dus sinds 2010 constant herhaald. Nogmaals, dit is natuurlijk niet een garantie voor de toekomst. Maar als we kijken naar de goud en we zoomen inderdaad weer uit... dan kan het inderdaad zo zijn dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment... weer de angst afneemt in de markt. Dat mensen denken, nou, goud heeft op Moment niet echt een prioriteit en dat we misschien weer jaren moeten wachten tot we dat in de buurt komen van die 2000 dollar. Dus de toename in interesse, dat heeft denk ik vooral mee te maken dat goud natuurlijk de laatste tijd echt hartstikke hard gaat. En daar moet je dus voor oppassen. Ik denk inderdaad dat het helemaal geen kwaad kan om op de lange termijn een heel klein gedeelte van je vermogen in goud te hebben. Ik ben nou niet echt een voorstander van 20 of 30 procent in goud en zilver, et cetera. Sowieso ben ik niet echt een voorstander van goud en zilver. Al helemaal omdat ik verwacht dat Bitcoin de komende jaren steeds meer market cap tot zich zal nemen. Dus dan heb ik veel liever die investering. Ook al is het natuurlijk een investering met veel meer risico. Maar dat is natuurlijk echt persoonsgebonden. Er zijn mensen die het risico van Bitcoin helemaal niet aandurven. En veel eerder denken: nou, weet je wat. Dat goud is misschien niet een investering wat keer twee kan gaan in, uh, in een paar maanden tijd. Maar dat zorgt er ook voor dat het niet in één keer met 70% zakt in een paar maanden tijd. Dus dat is echt voor iedereen anders. Maar als je op dit moment steeds meer interesse hebt in goud, moet je vooral jezelf de vraag stellen waarom is dat zo? En als dat te maken heeft met de stijging die heeft plaatsgevonden, dan moet je oppassen. Want het kan zomaar zijn dat je last hebt van fear of missing out. En investeren, omdat je bang bent dat je mogelijke rendement in de toekomst zal mislopen, dat is gewoon een gevaarlijk spelletje. Voor nu kwam wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.